Stefanie Sunnes, we zijn hier vanavond op Mambour in Charleroi. Jullie kwamen met Eendracht Taal spelen, voor het eerst voor jullie in een groot stadion, sinds dat jullie in de Super League spelen. Maar geen gemakkelijke omstandigheden, hè? Nee, klopt. Ik denk dat jullie ook het terrein hebben gezien en het was twijfelachtig of dan we gingen spelen. De ondergrond is heel hard en eigenlijk was het bijna een schaatsbaan. Moeilijk voetballen, maar dat is voor de beide teams zo. Dus mooi stadion alleszins, maar jammer van de omstandigheden, ja. Ja. Dan de wedstrijd zelf. Ik denk de eerste helft, jullie spelen redelijk goed. Zelfs een kans in het begin voor Henriette. En dan aan de rust 0-0, tweede helft ging iets minder, hè? Klopt, ik denk in de eerste helft hebben wij nog goed kunnen voetballen. Maar dan zie je ook wel dat de trainer had ons gewaarschuwd, het gaat kouder worden. De grond gaat nog harder aanvriezen en dan wordt dat voetballen nog moeilijker. Jammer genoeg hebben wij blijven proberen en dan zie je dat Charleroi gewoon super efficiënt is geweest. En dan wel hun kansen afwerkt en wij zijn blijven sukkelen eigenlijk met het veld. Ja, en ook misschien een beetje geluk, want jullie Silke redt een bal eerst. Annelies redt ook een op de lijn is. En dan de bal springt slecht, hè, denk ik, bij het eerste goal. Ja, klopt. Dus dat was in drie instanties. De derde keer was het aan raak. Maar uiteindelijk, dan hebben we al twee keer geluk gehad. En de derde keer gaat hij er wel in. Dus oké, dat is dan ook maar correct zo. Hè. Ja. En het is het einde van het jaar. Hoe kijken jullie naar volgend jaar, 2022? Wel, wij gaan blijven op hetzelfde elan verder gaan. Wij moeten elke match proberen te voetballen. En als die punten komen, komen ze. We zijn al redelijk zeker van play-off 2 waarschijnlijk. Maar dan moeten we daar proberen ons voetbal te brengen zoals dan wij dat kunnen. Oké. Ik dank je. Prettig eindjaar en het allerbeste voor 2022. Ja, voor u ook. Dank je wel.